veel sirenes en die niet weggingen. En meestal gebeurt die bij de 50 wel eens wat en dan laat je het lopen, maar dit bleef wel zo hangen. Dus is even om het huis heen gelopen en dan ligt er een vliegtuig in je voortuin. Het vliegtuig die heeft een noodlanding hier in het weiland moeten maken. Alle 19 inzittenden, dat waren 18 parachutisten en 1 piloot, die konden gelukkig zelfstandig uit het vliegtuig komen. Een aantal zijn nagekeken door de collega's van de ambulance, maar die hoefden gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. De snelheid was toch nog wel hoog en aan het eind van dat stukje land lag een sloot. En een bord van McDonald's. En dat bord ramde hij eerst en vervolgens heeft hij de piloot hem over de sloot heen getild. Zodat hij niet vast is geslagen in de rand, want dan was er waarschijnlijk wel wat misgegaan. En die piloot is enorm geknuffeld door zijn passagiers, omdat hij het zo goed gedaan had. En die waren opgelucht, een beetje trillerig en ook wel blij dat het gelukt was. Maar ook wel zo van, ja, was gewoon heel goed gered. Dus die mannen waren blij. Nou ja, als het vliegtuigje op de A50 terecht was gekomen, dan hadden we hier natuurlijk heel anders gestaan. Maar hij is gelukkig ernaast gekomen. De inzittenden van het vliegtuig worden opgevangen op vliegveld Teuge. En zullen daar, nou ja, eventjes het incident met elkaar bespreken en weer teruggaan naar huis.